de Paralympics gaan morgen van start. Dat is de Olympische Spelen voor mensen met een fysieke beperking. Maar ik ben van Johan Rekers, die deed maar liefst 9 keer mee. Dit jaar is hij er niet bij. Mister, nog niet. Misschien wel. Daar hebben we wel over. Maar goed, hij is inmiddels van ook 63. Ik denk dat dat baat is. Johan, goedemiddag. Goedemiddag. Dat gaat mensen wel over leerkeuze nieuws. Ja, is dit vervelend? Nou, het is niet altijd leuk. Is het een oude jongen? Ja, dat maakt niet uit. Maar ik zou het anders nog ook hebben. Dus geen item. Maar is de toenemende leeftijd, dat hebben we allemaal nog, dat dat zo is. Heeft dat te maken met het feit dat je dan dit jaar niet mee doet? Nou, dat heeft wel enigszins mee te maken. Maar als je goed genoeg bent, dan ga je mee. En ik was goed genoeg. Twee maanden geleden naar de DK in Portugal ben ik 65 geworden. Normaliter is dat genoeg om mee te gaan, maar we hebben te veel groei in Nederland en te weinig stadsplekken. Aha. Daar heeft het wel mee te maken. De concurrentie in Nederland is beter op dit moment. Ja. Nou, de 6 beste van de Paralympics en die gaan nu. Maar het is nog geen uitgemaakte zaak, want eventjes, het kan maar zo zijn dat jouw telefoon elk moment gaat en dat er iemand in Tokio de corona heeft gekregen. Ja, ik heb hem niet eens uitgezet, maar het zou mogelijk zijn dat iemand besmet raakt of geblesseerd raakt. En ik ben eerst terug om dan toch ingesloopt te worden. Zeg maar, Johan, je bent 63, hè? Ja. Zit je niet uit het team trouwens? Nou, dat vind ik fijn om te horen. Maar is dat bij de Olympische Spelen zou dat niet kunnen bedenken? Is dat bij de Paralympische Spelen vaker zo? Nee. Ik ken nog twee andere atleten die dat ook hebben gedaan. 9 keer, maar ja, ik ben ook wel een beetje uitgekomen hier in Nederland. Absoluut. Ja, wereldwijd ook. Wereldwijd ook wel? Ja. Dat is allemaal zo. Wat zit er in jouw bloed? Bloed? Ja, ik weet niet eens welke bloedgroep ik heb. Daar kan het niet om gaan. Dat is natuurlijk allemaal. Ja, je doet er veel voor, je laat er veel voor. En het heeft wel met aanleg en talent te maken, doorzettingsvermogen. Ja, het is wel op te hoogte om daarin. Maar ik vind het nog steeds heel leuk om te doen. Want het gaat er vanuit dat we heel veel trainen. Ik vind het tot 25 uur in de week. En ik word er ook voor betaald, dus dat geldt. Ja, je hoeft er niet naast te werken. Niet meer, nee. Ik heb er altijd wel naast gewerkt, maar de laatste 10 jaar doe ik het fulltime. Ja. Ik ga nu reis van worden. Wel gelukkig. Ja. Maar is dat ook een gevolg dat je gelukkig bent van of is het, ik denk wel eens, topsporters zoals jij, ja, moeten misschien ook wel mensen zijn die op dat moment een beetje positief van tegen staan om dan zoveel motivatie te hebben, toch? Ja, maar je hebt er niet voor te maken, Vind je die motivatie die jij hebt? En zo ontzettend goed te zijn in wat je doet, dat je dus op deze leeftijd nog een mogelijk Olympische Spelen zou kunnen doen. In ieder geval tot aan een verkoop nog steeds. Kun je dat leren? Of is dat zeg maar qua motivatie? Of is dat goed dat komt ook een beetje in? Ja, dat is de definitie van een topsport. Dus het aantal uren wat je traint, is het talent wat je hebt. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Daarom dat je een echte definitie van gegeven bent. Totaal plaatsen. Ja. Dat is een beetje geluk. Heb je jou opgelezen? Hoeveel heb je Olympische medailles ook gehad? Ja, ik heb 2 gouden, 1 zilver met stiftvoetbal en eentje brons met handbiken. Oké, 2 gouden? Ja, 1 zilver. 1 zilver en 1 brons. Ik heb alle kleuren. Ja. En wat je noemt al, die misschien niet te zien is, dat is wel ook weer een bijzonderheid. De afgelopen jaren heb je meestal met handbiken. Daarvoor 5 keer voetvolleybal, maar je begon ooit met boekjes werken. Je bent goed geïnformeerd, ja. Maar dat was 1956. Toen was er nog geen voetbal op het Paralympisch programma. En toen ben ik dat gaan doen. Maar dat is heel erg leuk van. Nee, want je gooit de sfeer weg, je gooit de bustjes weg, kogelwerpen, stoten. Ja. Ik denk die dingen zelf ophalen. Ja, ik had altijd meer met de bal. Maar wacht even, hoe ga je discus werken of kogelstoten als je in een rolstoel zit? Ja, nee, dat heb ik altijd wel. Maar die mensen die draaien altijd een paar rolstoelen voor me af. Nee, je wordt vastgesnoerd op een stoel, zo moet je zien. En dan, hoe dat tegenwoordig zit, ik heb het al zo lang niet meer gezien. En ik moet wel zeggen, stiftvoetbal was echt mijn beste sport.
met handbiken gaat me ook heel goed af. Maar is dit voor die bal wel zo met die? Waarmee stoppen? Omdat ik erop uitgekeken was. Na twee dozen zit niet, we hadden niet van groot of 10. Onderling was de sfeer niet zo goed en bij het clubteam werd er ook niet super neergestrengd. Het was klaar mee. Ja. En toen ben ik gaan handbiken en toen bleek ik daar ook goed in te staan. Want dit is werpen, speelwerpen, volleybal zijn allebei met je handen. Ik kan me voorstellen dat je handig bent met dingen om je in te werpen. Maar een handbiken is dan weer een handsport. Ja, maar handbiken of fietsen is ook heel makkelijk aan te leren. Want ik heb ook lange afstand in de hoofdstoel geleden. Dat is dus zo'n precieze techniek, een hele moeilijke techniek was dat. Een handbiken, ja, dat kun je veel makkelijker oppakken. En als je dan ook weer goed gaat en ik vind het geweldig sport. Wat is de kans dat je nu bijvoorbeeld gebouwd wordt? Hoeveel wachtingen zijn er voor u, om het zo maar te zeggen? Ik ben de eerste wachtingen. Dus als iemand van het Nederlandse handbiken uitvalt? We hebben maar drie handbikers, dus okay. Van de mannen. Ben je wel stiekem straks een beetje aan het prevelen? Nee, maar ik... Dus oprecht gemeend, ik zou het heel jammer vinden voor de persoon die dat zou overkomen. Ja, ja. We gaan het even hebben over de Paralympische Spelen in het algemeen. Je loopt al een hele tijd mee. Ja. 1976 zei je al, was jouw eerste keer dat je meedeed. Maar 1980 was een bijzondere editie. Ja, die was in Nederland. Ja, wat weet je er nog van? Ja, dat we daar goud wonnen, dat we in een volle lijn al voor 5000 mensen live op televisie te volgen waren. Ja, fantastisch. Echt fantastisch. Dat in een hele korte tijd had Nederland dat moeten organiseren, omdat Rusland het niet kon op dat moment. Of dat, ja. We hadden wel de Olympische Spelen. Ja, Moskou was wel de Olympische Spelen. Maar er was iets van dat we nog niet zo ver waren met gehandicapten. Toen heeft Nederland dat in hele korte tijd opgepakt. Moet je daar iets extra voor doen dan, om gehandicapten voor te faciliteren? Nee, maar je moet het allemaal wel openbaar maken. Zover waren ze daar nog niet. Dan, nu gaat er best wel een grote delegatie Olympische sporters naar Tokio toe. Ja. Is het meer geaccepteerd nu, zeg maar? Ja. Nou, dat is een mooi woord hiervoor. Wat hebben we te accepteren dan? Het is toch gewoon... Ja, maar niet alle landen zijn open voor, voor dingen die niet anders zijn. Die anders zijn. Want ja, hoe je het zo bekijkt, je kan toch het wordt anders dan organiseren, denk ik. Wat is er voor jou eigenlijk anders? Want ik bedoel, we hebben daar een cameraatje van, die kijkt naar jou daarvoor. Hè? Maar goed, ik ben er niet. Ja, als ik er niet ben, welkom. Ja. We kunnen helemaal niet dat jij een paar minuten bent, wat ontbreekt je? Het ontbreekt me. Ik ben geboren zonder benen. En ik loop vanaf mijn 4 jaar met beentjes tegen. Dus ja, ik voel me altijd wel gehandicapt als ik in de hoofd zit. Dat klinkt heel dubbel, maar zo voel ik het wel. Je voelt je gehandicapt als je in de hoofd zit? Ja. Omdat ik altijd in dagelijks leven loop en gebruik alleen de sportrol van mijn handbuik voor mijn sportbehoefte. Mm-hmm. Dat is natuurlijk geen normaal, denk ik. En je zegt, je bent smaak je geboorte, heb je, ja, als het zit aan je boven, ja, je bovenbenen zijn voor de helft en de rest daaronder niet. Mm-hmm. We houden net voor het woord uitzending over het sport gevoegd bij je sportief. Je zei, nou, ik doe minder aan sport dan ik zou willen. Maar ik denk, heel veel mensen willen zich herkennen dat ze denken, die vinden dat soms ook wel lastig. Van, oh, het best sporten, zeg maar, terwijl het wel gezond is. Maar als je geen benen hebt, ik zou dan al denken, dan zal dan maar helemaal zitten. Ja, dat is wel iets. Ik heb een eigen stichting waar ik trainingswerk geef op school en middelbaar onderwijs en alles wat. Mijn collega, die is op 15-jarige leeftijd gehandicapt geraakt, heeft 31. En die heeft een hoge bedragsregen. Nou, dat lijkt me ontzettend lastig dat je altijd hebt kunnen lopen en sporten en gewoon op precies naar school. En dan ook denk ik niet meer. Dus ik weet niet anders, maar het wordt niet anders. Ja, je wordt er altijd wel mee geconfronteerd. Maar dat voor jou niet, want het moment dat je geen sport, wat was je eerste sport die je ging doen? Ja, schutsvoetbal. Schutsvoetbal.
En dat was gewoon van, ik moet dat gaan doen. Dat heeft getwijfeld. Maar dan moet ik wel gaan sporten als ik geen benen heb. Nee, dat was geen twijfel over mogelijk. Dat was wel mijn vuur van binnen dat niet kwijt. Ja, en sport heeft me wel ontzettend goed geholpen met de acceptatie van de handicap. Dat, ja. En dat is een beetje doorstaat misschien, maar... Wat was je om te accepteren dat je dit inderdaad aan je was? Je speelt je hele leven wat wel groter door die sport, hè. Dat, je komt met allerlei andere handicappen in aanraking, maar niet alleen handicappen, ook toeschouwers en ja, officials, scheidsrechters, maakt niet uit wat. En anders blijf je wel in een heel klein deeltje zitten misschien. Die lessen die je daar voor jezelf hebt geleerd in het acceptatieproces, gebruik je die nu ook als je zelf clinics van jezelf? Maar ook ja, kijk, deze clinics ook volgen. Ja. Via ons handicap. En wij laten zien met ons handicap dat we dan wel kunnen. En als we dan van de scholen wegkomen en ze zeggen: dit was een leuk clinic ooit meneer, nou, dan hebben we het goed gedaan, heeft voldoening en leuk om mee te geven. Want ik bedoel, als je bent zelf gehandicapt, dan zijn er kinderen die niet gehandicapt zijn, dan moeilijk zijn om zichzelf te accepteren. Maar heb je hulp daarvan als je ziet van hey, deze manier. Dat is wel een leuke voorbeeldfunctie. En ik voel me niet altijd gehandicapt hoor. Ik zeg ook altijd dat ik een kleine beperking heb. Maar als ik de andere mensen op het roeping in Enschede zie die alleen nog met een joystick en een elektrische rolstoel kunnen rijden, dan voel ik me soms ongemakkelijk bij. Dan heb ik toch geluk, denk ik. Dat is ook een beetje raar, bij de Paralympische Spelen, dat zeg maar de handicap, de beperkingen niet altijd beperkt zijn. Nee, maar je wilt niet weten hoeveel handicaps er dan zijn. Ik ben altijd weer opnieuw verbaasd als je dan in die grote tent komt, de kleedschuur noemen we dat even, waar iedereen naartoe gaat, hoeveel verschillende handicaps je hebt. Ja. En zo kijken ze ook naar mij natuurlijk. Ja, maar wordt dat dan gecompenseerd om de puntstelling of zo te doen? Ja, dat is wel verschillende klasses. En gelukkig worden die klasses een beetje minder. Want van buitenstaan is het soms wel lastig te volgen. Wat zijn de grootste veranderingen van vroeger van 1976 tot nu? Ja, materiaal. Ja, want ik had het idee van toen ik begon dat ongeveer met houten wielen reden. En ja, als je nu ziet, ik heb zelf een tuinbike, ja, die verschillen, maar die zullen over 40 jaar ook weer anders zijn. Dus materiaal spreekt je verschil. Maar ook mindset van de landen die het faciliteren bijvoorbeeld? Ja, mindset, maar ook de oefenstof en ja, alles wordt niet vastgelegd op camera's. Je kunt alles weer terugzien, hoe je moet zitten en ja, oneindig is het denk ik. Ik heb afgelopen vrijdag een foto-expositie geopend, hè? Samen met prinses Margriet. Ja. Over de Olympische Spelen, of de Paralympische Spelen van 1990. Ja, de evolutie van de handicap. Ja. En daar werd het ook heel mooi in beeld gebracht. En het leuke was natuurlijk in 1980 de tweede opening op Papendal. En 41 jaar later mag ik haar de pakken overhangen vieren. Ja, dat is heel leuk. Geweldig. Ja. Zijn er foto's van jou zitten in die expositie? Ja, bij de opening heb ik mezelf zien staan. Ja, geweldig. Hoe ben je net trots op, Johan, als je kijkt op die afgelopen jaren, tientallen jaren? Dat ik nog te lang vooral. Ja. Ja. Heb je train nog elke dag? Ik train nog elke dag, maar één dag in de week heb ik gelukt. Oké, pardon. Ja, maar jullie moeten ook 40 uur werken. Je bent wel 24 uur per dag mee bezig, want het is niet alleen fietsen, je omloop van de fiets, een fysio, fitness. Er komt zoveel bij kijken en je bent constant bezig om toch bezig te zijn met je materiaal, wat beter moet, hoe gaan we het aanpakken. Ja. Ik heb ook heel veel tekenen in hier. Nog ambitie? Ja, in je kop moet blijven. Want als dat niet gaat lukken, dan moet ik even stoppen. In de opvoed en anders niet? Ja, anders niks. Nee, ik ben niet zo goed om... Ik heb ook een paar keer weer meegekomen met het Nationaal Stichtersbalteam. Ik ben niet goed om op de bank te gaan zitten of te bekijken. Dat ben ik niet goed. Ga je vanaf morgen wel kijken naar de televisie? Absoluut. Ja, ja. Absoluut. Ik heb mijn hinderheidsleer als aan ons succes gewenst en ik ga zeker kijken. En op 31 augustus en 1 september zijn hun wedstrijden.
Frank Rijkerk. Johan Rijkerk, dank voor je komst, dank voor je verhaal. En nou ja, we zijn heel benieuwd als ik je telefoontje nog een keer gaat klinken, dan laat ik het graag horen. Ik heb een nieuw uitstaan. Dankjewel Johan, we hebben veel plezier gekomen. Jullie bedankt gedaan nog.